www.jbproductions.nl. Dames en heren, zijn we er allemaal klaar voor? We gaan eens even kijken wie er vandaag de slimste is. Ga er maar eens lekker voor zitten tijdens dit te gek gave online evenement. Gepresenteerd door niemand minder dan Jorrit ter Braak. Dit is de enige echte Bedrijfsborrelshow. Zo, dames en heren, allemaal van harte welkom hier bij de Bedrijfsborrelshow. We gaan een quiz spelen. Een quiz waar jullie allemaal thuis dus mee kunnen doen. Nou, we gaan dus twee rondes spelen zometeen. Twee rondes waar je iedereen mee kan doen. En daar komen dus ook twee winnaars uit. Die twee winnaars gaan wij live hier in de uitzending halen. En die komen dan op deze mooie scherm terecht. Dames en heren, zijn we er klaar voor? We gaan naar ronde 1. Voordat wij de vraag gaan stellen, gaan we eerst kijken naar een filmpje. Dus ja, weet je, dit filmpje hoort een vraag en de vraag die luidt: wanneer trouwden prins Willem-Alexander en Maxima? Is dat een moeilijke vraag? Ik vraag het even aan Kim. Nee, dat is voor mij geen moeilijke vraag. We gaan even kijken of de mensen thuis dat ook geantwoord hebben. We kunnen namelijk zien wat de meeste mensen gestemd hebben. 92% die stemde voor 2 februari 2002. En dat is inderdaad het goede antwoord. Sarita van Hauke. Sarita van Hauke. Hartstikke goed gedaan. Super goed gedaan. Oké, het zit nu eventjes zo. Sarita, jij gaat gebeld worden door een collega van mij. Maar we gaan eerst eventjes een kijken naar een filmpje van jullie collega's. Ik zeg, start er maar in. We hebben nu even een korte onderbreking van de Bedrijfsborrelshow. We gaan... Wie doe je het meeste plezier met een red velvet cake? Wie doe je het meeste plezier met een red velvet cake? Je kunt dus nu op je mobieltje drukken. En dan zien wij, als het goed is, als een soort heatmap, zien wij, kijk, daar komen jullie al. Dus wie doe je het meeste plezier met een red velvet cake? Oh, ik zie dat Miranda echt van red velvet cake houdt. Gaan we kijken naar de vraag die bij deze stelling hoorde. En de vraag die luidt: waar komt red velvet cake oorspronkelijk vandaan? Is dat uit Frankrijk, uit Italië, het Verenigd Koninkrijk of Amerika? Ja, maar ze zijn er met twee kandidaten. Hartstikke leuk. De spellingsronde, jullie zagen het. We gaan één voor één gaan we een woord spellen. En dat is het woord ammoniak. Je mag beginnen. A-M-O-N-I-A-K. Ah, heel goed. En dat betekent dat jij 5 punten hebt verdiend. 5 punten, Sarita. Hartstikke goed gedaan. Wie heeft er als eerste of peper of zout? Jullie mogen rennen. Peper of zout? Waar kan je het vandaan halen? Peper of zout, jongens? Ah, ik zie dat Judith heeft het al in beeld. Nou... Ja, ronde 5, dames, de muziekronde. We zien dus, eerst hoor je nu niks. We zien dus nu een clip. En als je het weet, roep je naam, hè. En straks komt langzaam de muziek erin. Spannend. Toto, Africa, Sarita! Spannend moment. Jongens, zijn we er klaar voor? 3, 2, 1. Alleen alles kwijt. Kan Judith nog redden? Anders wordt het Sarita. En hij komt... Alles kwijt! En dat betekent dat Judith heeft gewonnen! www.jbproductions.nl